knallen. Ja. En hier gaan we eraan beginnen. Van Aert met de overname. Dit is al Wout van Aert, hè? Dat is inderdaad Wout van Aert. Niemand anders dan Wout van Aert. 5 kilometer geleden lek naar voren gebracht in het peloton. En nu een keer aan de boom schudden. En pas maar eens op, als we beelden gaan krijgen van achteraan in deze groep. Het gaat pijn doen bij velen. Ja, het was een moment. Er is al een kleine afscheiding. Met 4 zijn ze. Is dat Degenkolb die meest? Ik denk het. Ja, Degenkolb, X-winnaar. En Laporte, denk ik. En Laporte en Van der Poel. 4 stuks en dan een gat. En dan Kung, die komt op zijn reservefiets. Ja, en de Grenadiers. En Christophe. En Christophe. Ja, maar dat gaat niet lukken voor Christophe, denk ik. Dit is proberen. Maar waar zijn die Grenadiers? Waar zijn ze met Gamma? Nu het echt moet. Ze komen daar al bij dat achtervolgende groep. Ja, kijk eens hoe snel dat gaat. Motoren weg, motoren weg, motoren weg. Dat is het groepje met Turgie. Dus dat groepje met Vermeers is al lang ingerekend. En hier gaan ze eraan beginnen. Rob en erover. Met een strook voorsprong. En dat is niet eens zo slecht gezien. Opletten daar dat je niet gehinderd wordt. Dat is een beetje het geval. Durbridge die moet de deur openzetten. Van der Poel die nog net onderdoor duikt. Nou, heel attent mee is. Van Aert, okay. Degenkolb, Laporte en Van der Poel. En dan proberen te volgen. De debatten zijn geopend, José. 101,5 kilometer voor de mannen vooraan. Ik denk dat we die ook snel gaan zien. Die gaan we in de plaats snel zien. Mikkels, die op die manier probeert zijn wagon aan te pikken. Degenkolb met de mond open en eens knikken met het hoofd. Amai. Dat gaat hier vooruit. Maar wel knap, John Degenkolb. Hij was komende de voorbije weken. En Laporte gaat versnellen. Laporte gaat overnemen van Wout van Aert. Ja, van Aert is naar rechts kijkt en denkt, oeh ja. Die heeft dat bandendruksysteem. Van Aert die moet zich dubbel plooien om naar dat wiel van Laporte te glippen. Zou het dan vandaag bij backtime zijn? Ik, voor Bevelgem. Zou kunnen, ja. Je weet maar nooit. Hè. Dat is een goede Kuhn die toch wel teruggekomen is ook. En daarachter zijn er mannen in de problemen. Of denk je als Fransman, payback time in Parijs-Roubaix? On sait jamais. On sait jamais. En dat is wat er overblijft van de rest. Is dan Lampard daar in tweede positie. Kijk eens. Het ligt in toeten en brokken, zoals ze hier zeggen. In het Flemish. In Frans-Vlaanderen. Eén rake versnelling op de strook van Avalui, van Wout van Aert en van Christophe Laporte. En de koers is helemaal opengebroken. En de waardeverhoudingen zijn helemaal afgetekend. Ze komen op 50 seconden van de kopgroep. Dat is redelijk duidelijk. Zomaar, in één keer. Van de strook af. Nog een kilometer of 4 nu en we gaan naar de Trouet-Darenberg. De meest besproken strook van Parijs-Roubaix door de jaren heen. Zij zijn er aan begonnen. Ja, de neutrale motor is weg. Alleen de televisie zit er nog tussen. Het zou nog wel eens in de problemen kunnen komen straks. Het zou verbazen op deze jongens. Het einde al. Afdraaien zonder de anderen in hun rug te hebben. Deze man zit er wel nog tussen en een televisiemotor ook. Maar hier komen de kanonnen. De kanonnen die de Trouet daar een berg oprijden. Anavan, mars! Volle gas nu! Ze hoeven zich niet druk te maken. Nee, ze zijn er, het zijn 6. Het is anders dan met dat hele peloton. Ze kunnen elkaar een beetje aftasten, een beetje kijken. Het hoeft niet. Van der Poel heeft de commando genomen, maar hier de grote groep. Ze zijn niet te ver weg, dus nee. Toch maar gas geven. Hier al een probleem, een probleem voor Derek G. Dat is vooraan. Ja. Kijk, hoe die dat is jubelus, hè. Daaraf, dat is jubelus, ja, niks aan te doen. En plek maken. Je zag de melkachtige vloeistof aan de binnenkant van de tube. Als je dat ziet, is het fout. Hè. Dat is van de mannen vooraan. Hè. Ja. Derek dat is van de mannen. Ja, eigenlijk is wonder bij wonder dat hij zich kan rechthouden. Hij heeft dat goed gedaan. 15 seconden hebben ze nog. Oh, in ieder geval in het peloton. Ja, dat kon je verwachten, helaas. Asgreen. Dat is een dubbele portie pech. En daar ligt er eentje van Jumbo-Visma ook dubbel geplooid hoor, onder Asgreen. En hier staat Beulens, denk ik. Eens kijken hier of we er iets van kunnen zien op deze manier. Nee. Hier slaan ze tegen de grond. Ach. En wie staat hier? Hans op de,
op het rugnummer te lezen. Alverson, denk ik. Fred Wright wordt genoemd. Eentje, ja. Naast Asgreen, prijswaar geraakt van Jumbo-Visma. Van Baarle wordt gemeld. En ook Fred Wright. Deze man in alle rust. De luxe van de vorige strook. Ja. Anders loop je het risico om daarbij te liggen. Er is niks aan te doen. Je kan het niet allemaal ontlopen. Asgreen en de winnaar van vorig jaar inderdaad. Het ziet er niet zo goed uit om nog verder te vertrekken. Nee, dit is einde verhaal. En daar krijgen ze elkaar in het vizier. Dit is natuurlijk wel een teledans, maar zoals gezegd, Sjoerd Baks is hier de sterke man. Baks met kop. Man die een gaatje moet laten. Pedersen. En Pedersen met de tegenaanval vanuit het peloton. Pedersen die nog probeert een sprong te maken. Weer overstap te doen. Dus voorlopig alleen zou beter volop meekrijgen natuurlijk. Maar om dit alleen te moeten gaan doen, is dat Gandhi, dat is Gama. Ja. Twee man van Alpecin de Koning. En Gianni Vermeers, ja, die daar ook nog aanhangt. En Philipsen. Philipsen. Gama. Ja. Walscheid en Laurens Rex. Die sterke Laurens Rex die van zijn sokken werd gereden door Ballerini vorige week in de Ronde van Vlaanderen. Van Aert gaat Holman al oprapen. De vraag is als ze van de kasseien komen, wat dan? Wat dan? Wie gaat er dan doorrijden? Lekker band de Lee wordt gemeld. Mechanisch probleem voor Affini. En dat zijn al de mannen die in de achtergrond verzeild geraken. Dat is een goed groepje, nee, dat er op komst is met Philipsen en Ganna. Ganna een sterke man, kan straks op de kasseien. Kan straks wanneer ze links opdraaien, dan gaan ze opendraaien. En plots kunnen we een totaal andere situatie krijgen. Waar Alpecin de Koning de numerieke overwicht, of numerieke overwicht heeft. Tjokke. Met Philipsen en Vermeers bij Mathieu van der Poel. Maar zover zijn we nog niet. Hè. Pedersen alleen. Laporte. En dan moet je dat achterwiel gaan vervangen. Want die rijdt ook met dat systeem van de bandendruk. Renaat. In de ene keer is de situatie anders. En gaat hij ondertussen, gaat hij weg en laat gebeuren dat die mannen erbij komen. Buitenrijden van Renaat. De Bos misschien. Nee, dat is niet gelukt. Pedersen is hem voorbij geknald hier op de grote weg. En dan zien we dat de groep van Aert bijna die twee leiders te pakken heeft. Er wordt hier nu heel even naar elkaar geloerd. Maar Van Aert zet zich op kop en vol gas. Zou Wout al weten dat Laporte weg is? Zou je dat al weten? Ja, zou Mathieu weten dat die mannen op komst zijn? Ik zie hem niet meer. Ik zie mijn vriend niet meer. En Mathieu die weet dat die andere twee op komst zijn. En die moeten nu eerst nog naar Pedersen. En dan het gat proberen dicht te knallen op deze groep van Aert. Die een beetje verwonderd achterom kijkt. Ik ben hem kwijt. Dat was een mechanisch probleem aan het eind van de strook. Lek achteraan. En dan zit je daar met dat bandendruksysteem. Rex die de sprong probeert te maken naar Pedersen. Ja, maar dan moet daar Ganna komen en dan moeten Vermeers en Philipsen. Die moeten mee. Er is niks aan te doen. Die moeten mee aan de bak. Die moeten niet zeggen van Mathieu van der Poel zit ervoor. Ik zou toch maar eerst proberen er naartoe rijden. Samen rijden. Samen naartoe en dan de luxe situatie overschouwen. Want dan zit je daar met drie. Walscheid die in elk geval overneemt van Ganna daarachter. Toch eens kijken waar zit die ondertussen Pedersen. Hoe ver zit hij nog achter? Ah, daar is die al. Die gaat er naartoe. Van Aert, Van der Poel, Kuhn, Koch, Baks, Degenkolb, Holman. Dat is de spits van de wedstrijd, Renaat. Ja, dat is een geweldige inspanning van Mats Pedersen, maar heel veel langer mag dat niet blijven duren. Nog 50 meter moet hij dichtrijden, maar ik denk dat zijn geluk nu ligt misschien in daar een kleine aarzeling en wat naar elkaar loeren daar in het groepje. Daar wordt inderdaad wat omgekeken en op die manier na de tijd tot op 40 meter. Ja, maar dan moeten die andere mannen ook komen. Dat is alleen maar goed ook voor het duo Philipsen met Vermeers en met Ganna en ook voor Rex. Dit kost een zeer interessante groep hier. Sarkoet de L'Argent om terug te komen. Ja, dat zit eraan te komen. Die mannen hangen op 100 meter. Rex wordt op dit moment bijgebeend door Philipsen. En dus ziet dat er goed uit. Philipsen, Ganna gaan bij Rex komen en dan nog 100 meter dichten. En dan zitten ze in het groepje van Aert. Pedersen komt nu aansluiten. Mes Pedersen met een enorme inspanning op de Drouet-Darenberg. Die mond helemaal open. Knap, sterk, met die stevige benen, pootjes van hem.
en aansluit. Sterke inspanning, Mats Pedersen. Knap. Bevestigt zijn sterrendom, wat hij hier gekregen had in Parijs-Roubaix. Zijn status. Vorige week ook het podium in de Ronde van Vlaanderen. Hier Rex, Philipsen, Ganna, Walscheid en Vermeers. Zijn er nog niets, maar nee. Het zou moeten lukken. Nu zou ik me toch maar afvragen of wat Mathieu van der Poel gaat doen. Kijken, achterom kijken en de boel lam leggen van ja. Op de kop. Hij doet dat wel. Kijk, als hem, communicatie probeert zich een beetje heeft, uit te controleren. Ja, ja, ja. Als hij communicatie heeft, hoeft hem niks te doen natuurlijk. Gelijk heeft hij. Ja. En Van Aert heeft er ook geen belang bij om nu vol door te trekken. Nee. Tenzij hij Van der Poel wil alleen bij zich houden. Ja, want hier voorlopig geen volk van hem op komst, Renaud. Ja, bij Laporte, die hangt ergens in het niemandsland. Tussen die twee kasseistroken, moederziel alleen, van alles en iedereen verlaten. We zijn de enige motor hier in de buurt. Hij wordt op 100 meter achterstand gevolgd door een groepje Laporte. En hij ziet op dit moment de kop van de koers niet. Dat wordt een helse inspanning om terug in de tijd de la koers plaats te nemen. Ja, wordt hier opgevangen door de helikopter. En we zien inderdaad dat hij daar in een wak zit. Tussen die achtervolgers en wat daar nog uit het bos is gekomen. Ja, die gaan we nu proberen op te vangen. Boter van Sporza zagen we daar met Renaat daarop. Hier en nog dat... wel een omvangrijke groep. Ja, maar die hebben allemaal al volk vooraan zitten. Behalve Vermeers en nog een paar anderen. Deze mannen gaan komen aansluiten, zit daarachter. 25 in de achtervolging. Laporte daar dan ietsje voor. En dan gaan we hier naar een groep van een man of 12. Toch weer Trouet Darenberg weer van zich laten spreken. Of zelfs 13. Van zich laten spreken. En Ganna kunnen we wel gebruiken hier vooraan. Die gaat rijden, hè. Die gaat blijven rijden. Walscheid, Ganna, Vermeers, Philipsen en Rex gaan aansluiten. Net voor de volgende kasseien, want die komen er ook al aan. Hè. Je moet er wel naartoe. Ze gaan er naartoe. Komt goed uit. Lichtjes ingehouden toch wel. Om die numerieke meerderheid te creëren, die hebben ze nu. Wel formidabel van die twee om daar mee te zijn in Ghana. Hooydonk die de voor hem rechterkant heeft gekozen. Laporte en Van der Poel die doortrekt. Van der Poel met een inspanning Renaat. Ja, inderdaad, dat wilden we melden. Van der Poel, het was duidelijk, de rode loper werd uitgerold. Na die bocht kan versnellen. Aanval Van der Poel. Alle remmengols nu. Kijken, hij gaat die bochten aansnijden als een raket. Van der Poel los op de Pavé du Nouveau Monde. Ja, hij heeft de graskantjes afgemaaid en Philipsen liet een gat vallen. Kung moest daarover. Van Aert moet ook nog voorbij Philipsen zien te geraken. Degenkolpjes mee met Van der Poel. En Vermeer zit dan weer aan het wiel van Aert. Nu iets verder. Pedersen is daarover en Walscheid. Kung gaat het dichtrijden. Kung gaat het inderdaad dichtrijden. Van Aert die heel koelbloedig, heel rustig blijft. Zich helemaal niet druk maakt. En nu met een demarrage toch wel vanuit de rug van Kung. Er probeert naartoe te gaan. Philipsen mee. Niet mee. Hij rijdt er alleen naartoe. Walscheid, Vermeers, Ganna en Rex zijn de pineuten. Hier kijken nog eens naar die versnelling. Kijk hier, Bosmaier. Ja, Philipsen die aanging, zoals ik daarnet al zei. Ik zag het gebeuren. Degenkolp, die ook wist, sterk, ik moet daar heel snel voorbij. Sterk, want Philipsen laat dat gat vallen. Sterk, hè? Ja, Degenkolp is berensterk. Dit is de goede oude John. John de Ton. Dat was een andere. Ja, dat was John Palen. Van der Poel, Van Aert, Degenkolp, Kung, Philipsen en Pedersen. Sterke jongens in de hel van het noorden. Kung wil koersen, hè? Maar Kung wil echt vooruit. Vooruit met de geit. De kasseien van Mont-Saint-Péville hebben nu al schrik voor wat komen gaat. Daar komt Ganna aan, geen zachter. En daar hebben ze Gianni Vermeers achtergelaten. Die is eraf bij Ganna. En Walscheid en Rex. Ganna wel met de turbo op nu. Hij gaat er in één ruk naartoe rijden. Dit is wel een inspanning hoor.
poeh, nog eens een versnelling. Nog eens een versnelling. En Wout van Aert onmiddellijk mee. En nu de hamer. Nu de hamer naar beneden bij Van der Poel en Van Aert. En Philipsen die nog een inspanning levert en gaat proberen mee te zijn. Philipsen die wel de andere meebrengt. Ja, maar kan misschien. Als er een breukje komt achteraan. Je weet nooit dat er ergens iemand is die een gaatje moet laten. Maar wel sterk hoor van Philipsen. Amai. Stel je voor dat ze met tweeën mee zijn in plaats van alleen. En dit is echt wel de hamer laten neerdalen. Dit is er echt wel kloppen op geven hoor. Kijk eens achteraan. Rex gaat eraf. Ja, ja, pas Kung, op, hè. Kung is aan het plooien. En dan ben je met twee. Kung is aan het plooien. Kung is aan het plooien. Kan je dat tempo aanhouden, Mathieu van der Poel? Op die manier worden ze wel uitgedund natuurlijk. Op die manier gaat er wel uitdunning. En er staat er nog altijd een kleine 50 kilometer. Nog eens een versnelling. Oh, de cupstones gebruiken zoals in de Formule 1. Ja. En hoe goed is Van Aert ook. Fantastisch. Heel goed, heel goed. Kung is terug. Degenkolb, Galla en Pedersen. Maar het is natuurlijk een slopingsprocedure. Toen waren ze nog met 7. Keer per keer moet die inspanning worden geleverd. Maar hele goede Philipsen. Philipsen die kan een belangrijke rol spelen. Kan een heel belangrijke rol spelen. Waar is Galla? Zit hij nog een beetje achter. Die komt nu. Die komt nu. Schokschouderend met Pedersen terug. En dat achterwiel van Degenkolb, dat sloeg alle kanten uit. Dit is Rex. Die gaan we nu ook achterlaten. Knappe koers ook. Ja, formidabel gereden, formidabel gereden. En ondertussen rijdt die mannen daar al. Maar ik vond het wel indrukwekkend hoe Jasper Philipsen naar die twee toe reed. Meedeed, hè. Wist van zichzelf, probeert met die vlag weg te blijven, zou ik zeggen. Gevaarlijk. Wat die de koers eigenlijk een beetje tempert nu en bij zichzelf denkt, het is goed zo. Nog 500 meter op Mont-Saint-Pével. En dan moeten we al diep in de finale voor Confin-Pével en Carrefour de l'Arbre om nog eens 4 en 5 sterren tegen te komen. Maar zoals je net al zei, je kan ook wegrijden daartussen. Ja, zeker. En zeker vanuit zo'n groep. Maar je hebt wel een controleur nog altijd. Ja, er is een duo en je moet iemand mee hebben. Hè? Want alleen zie ik hier toch niemand wegrijden nu. Dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Nee? Nee, maar Philipsen met bijvoorbeeld een Q of Philipsen met iemand anders, dat wel. Ik denk dat Wout en Mathieu elkaar moeilijk gaan ontlopen. Ze zijn elkaar waard. Ja, die indruk heb ik ook. Dat gaat heel moeilijk worden. Dat zou wel eens iets kunnen worden. Mochten zij nu eens met twee wegrijden en dan in duo de piste draaien zo zee. Zou dat geen droomscenario zijn op Pasen? Ja. En dan is voor één keer de andere kant op draaien zo. Omgekeerde richtingspunten. Van Aert, die moet reageren op Mathieu van der Poel die op het asfalt nog eens gaat. Maar Van Aert is sterk, is berensterk. Zit zo in een mum van tijd in het wiel. En Kung die weer het hoofd moet buigen. Ik heb het nog maar uitgesproken. Daar gaan ze al met z'n tweetjes. Degenkolb kan het proberen recht te zetten. Maar Van Aert en Van der Poel die hebben een kleine voorsprong. Als Wout nu overneemt, kunnen ze de koers in een definitieve plooi leggen. Een duo erachter. Degenkolb en Kung. Hoe gek is Van der Poel? Ja, nou, Wout nu meerijden. Kom, nu zou je wel moeten meerijden. Hij heeft het gezien. Hij heeft nu het zou gezien. Je wel moeten meerijden. Maar Wout heeft het nog niet gezien, denk ik. Dat ja, ze heeft het wel al gezien. Ja? Ja. Ik kan erop zien kijken. En hier gaat Philipsen nu alles proberen te controleren. Een koppeltijdrit van 44 kilometer. Kan dat? Nu heeft hij het wel gezien. Ga je overnemen of niet? Wout van Aert, jawel. Nu wel. En nu is het 2 tegen 5. Dit is een cruciaal moment. Oh, formidabel. Het is fantastisch. Waarop, de manier waarop moet hier eens kijken. Gewoon op een ellinkje. Een van de weinige hoogtemeters die er zijn. Er zijn 14 hoogtemeters. En dat zijn er 7 van. Ja, maar ellinkjes zijn altijd gevaarlijk, José. Ik weet het. Ze zijn nog niet helemaal weg, hè, want daarachter hebben ze elkaar ook weer gevonden. Dat raderwerkje, dat draait nog altijd rond. En als Ganna zich dan op kop zet... Nu zou Philips een iets nuttiger stoorwerk kunnen leveren, maar heeft ook een inspanning moeten doen natuurlijk. Kung, nog eens. Dit zijn allemaal katten met 7 levens. Ja. Dit zijn zo'n motoren. Wat is toch niet zo gretig, hè? Wat is niet zo gretig? Sorry, nee. Dat moet je toch durven zeggen nu. Kung, die zich tussen Van der Poel en Van Aert heeft gevrongen. Dat gaat Van Aert niet laten gebeuren, denk ik. Dat denk ik ook niet. Ze zit alweer aan het wiel van Van der Poel. Zit daar al terug. Zit daar al terug.
Degenkoop in tweede positie, nog altijd goed. Is de jongen in deze kopgroep die zijn boterhammen zelf smeert. En die wel wat body heeft. En die misschien ook wel denkt, er zit een tweede in. Carrefour de Larbre, dames en heren. 2,1 kilometer, 5 sterren. Philipsen op kop. Philipsen op kop. We zijn 240 kilometer ver. Opletten bij het uitsturen van die bochten. Van der Poel die een gat zoekt. Van der Poel die een gat zoekt en komt. Van der Poel die naar de kop schuift. Philipsen die moet opletten dat hij zijn eigen kopman niet in discrediet brengt. Van Aert die daar zit. Maar Philipsen die weer naar het gootje gaat nu. Ja, een klein momentum dat niet lukte. Van Aert voorbij Pedersen. Philipsen, Degenkoop, Van der Poel, Van Aert. Weer zoeken naar een opening. Maar een hele goeie Jasper Philipsen die hier tempo maakt op Carrefour de Larbre. Niet wordt weggereden, in tegendeel. Het tempo dicteert, de wet bepaalt. Dat verandert de zaak natuurlijk. Dat verandert de zaak. Nee, kom op aan de kant. Zoek de kant op. En nu maakt hij wel een er nu tussen. Ja. Degenkoop die daar ten val komt. En Van der Poel die op de banenkrijg blijft. Van Aert die een klein gat heeft. Het beest is los. Van der Poel moet nu gaan komen. Wout van Aert tegen Mathieu van der Poel. Het wordt een 1 tegen 1. Van der Poel die een lengte of 10 moet laten. Het zijn er misschien maar 7. Maar Van Aert die hier fors doortrekt. Van der Poel nog altijd niet uitgeteld. Met die vlaggen daar. Ja, opletten hier. En die motor moet weg. Die motor moet weg. Dit is de bocht waar we door Husshoofd is over de dranghekken zagen gaan. Een strijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Na dat ongelukkig moment met John Degenkolb. Maar dit is een formidabel ding dat we aan het bekijken zijn. Wout van Aert in vol ornaat. Degenkolb die weer recht klautert. En dan op een jammerlijke manier zijn wedstrijd in rook ziet opgaan. John Degenkolb. Van der Poel zit in het wiel. En Philipsen is nog niet weg, hè? Ze zijn samen. Philipsen is nog niet weg. Nee, en de factor Philipsen is zeer belangrijk voor Mathieu van der Poel. Van der Poel die gaat overnemen. Wout van Aert iets gezegd heeft, is er iets gebeurd? Want tegen wie moet hij spreken? Die kan toch tegen niemand spreken? Is die, heeft hij iets gezien? Geconfronteerd met pech. Heeft hij een leegloop? Ik hoop het niet. Van Aert die nu in het wiel van Van der Poel zit. En Van der Poel die het tactisch had kunnen spelen en Philips had kunnen laten terugkeren. Nee. Kiest altijd zelf voor de aanval, voor de koers. Van Aert en Van der Poel, het duo waarvan we droomden, gaan zij nu richting piste stomen. We zijn bijna van het Carrefour af en dan moeten we nog naar Grison. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat wiel van Van der Poel, maar er wel nog altijd in zit. Wat een ongelofelijke strijd. Wat een ongelofelijke strijd. Hij moet de lengte laten. Van der Poel die afstand neemt van Wout van Aert. Nog niet helemaal. Nee, van Aert kan 1000 keer sterven. Maar ik denk dat hij pech heeft van Aert, want hij was juist aan het communiceren. Hij was aan het communiceren met de volgwagen. Dat zou pech zijn. Dat zou dikke pech zijn, inderdaad. Ik vrees dat hij met een leegloper zit. Ja, komt nu van de stenen af. Kijken hoe hij die bocht gaat nemen. En heel traag. Ja. Wat een dikke, vette pech. Achteraan lek. Ah, tegen dat je dan een wiel krijgt. Wat een miserie. Ja, wat is hier allemaal gebeurd? En Van der Poel is nu in zijn eentje richting piste aan het stomen. Want wat kon daar nog achter qua organisatie? Ja, we heeft daar vooral nog een hele sterke Jasper Philipsen achter zitten. Van Aert zit terug op de fiets met een wiel van de neutrale motor. Renaat. Ja, er stond ook iemand van zijn ploeg. Ook, ja. Nu pas draait Van Aert Grison op. Maar dat is al een serieuze achterstand. Ik denk op Van der Poel. Makkelijk 25 seconden. Ja, Van der Poel die eigenlijk een beetje verwonderd is wat er gebeurt natuurlijk. Ik zag wat Van Aert spreken op de radio. Oh. En ik dacht bij mezelf, ja, dit kan niet, hè, want dat ga je niet doen. Tegen wie kan je spreken? Je hebt ploegmakers. Nee, nu, kijk eens hoe hij nog tempo ontwikkelt. Gepast hier op weg met die volgwagen. Ja, dat niet alleen, maar de mensen daar die willen kijken natuurlijk, die willen zien. Dat moeten we er wel bij zeggen. Uiteraard jammer wat daar net gebeurde. Maar dat is een wedstrijdincident. Tuurlijk, dat is niet bewust, dat is een wedstrijdincident. En zo zal het ook gecatalogeerd worden. Ik zie weer al een pak berichtjes passeren. Disqualificatie hier, daar. Nee, tuurlijk niet. Dit zijn wedstrijdincidenten. Mathieu. Maar dit nu nog nodig met 30 seconden? Ja, ik begrijp het niet, maar het is telkens weer opnieuw. Maar dit is nog eens zo'n oogje van een maaltje. Hè? Ja. En dan moeten al die puzzelstukjes in elkaar vallen. Wil je uiteindelijk die grote puzzel leggen. En hij is op weg om hem te leggen. Maar kijk hier eens. Met een beetje minder stuurmanskunst. Dan zit je daar met je pedaal tegen die gele bak. En lig je op je knikken en je klakken.
tegen de grond. Zou de afslag nu nog omhoog kunnen na dit wat er gebeurd is? Of is dat gewoon, neemt het dat er gewoon allemaal bij vandaag? Daar komt hij. Mathieu van der Poel gaat Parijs-Roubaix winnen. En hij doet dat op een fantastische manier. Hij heeft de hele dag de koers gemaakt. En hij gaat de grootste prijs meegraaien. Nu in de bocht. En rondkijken en niemand zien. Oh jawel, Van Aert en Philipsen zijn de piste opgedraaid. Hij kan ze nog doorlaten als hij wil, maar dat gaat hij niet doen. Mathieu van der Poel schrijft deze editie van Parijs-Roubaix op zijn naam. Na een geweldige dag op een fiets. En Wout van Aert en Jasper Philipsen staan mee op de foto, maar zij moeten nog een ronde rijden. Proficiat man. En nu jullie voor plek 2. Ja, nu moeten we kijken. Nu jullie voor plek 2, gelijk als 2 volledige pistiers helemaal bovenaan. Philipsen in de ideale positie. In het wiel van Van Aert. Surplaske, denkt Wout. Nee, dat gaan we niet doen. Toch een beetje tempo blijven maken. En graag op die tweede podiumplek. En anders wordt het de derde. In elk geval 2 Belgen en een Nederlander. Op het podium van deze Parijs-Roubaix. Opletten dat ze daar niet in de war worden gebracht. Want die andere 3 komen plots ook heel dicht. Philipsen gaat onderin aan. Van Aert die moet hem proberen op te vangen. Dat is niet gelukt. Moet er nu nog eens proberen uit te komen. Maar Philipsen die gaat het dubbel lukken. Ze gaan 1 en 2 pakken bij Alpecin de Koning. Jawel, Philipsen is tweede. Van Aert is derde. Pedersen is vierde. Kuhn vijfde. En Ganna zesde. Wat een zestal. Wat een zestal en wat een prestatie van Jasper Philipsen. Goh, goh, goh. Alpecin, elegant, de Koning. Ze hebben de hele koers wel gemaakt, dat mag je zeggen. Van in de beginfase zaten ze heel attent de koers om mee te zijn. Onvoorstelbaar, voor de eerste keer. Wat een tegengesteldheid van de Ronde van Vlaanderen, waar ze er zat te lummelen helemaal achteraan. 1 en 2. Ja, dat worden dikke bakken frieten vanavond. En champagne. Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.